Het is je boy, Jigga the realest nigga in the place. En wacht even, dan komt mijn vrouw auto, dus ik ben even stil. Het is je boy, Jigga the realest nigga in the place. En we zijn vandaag in Heerlen. En jongens, vanaf 1 juli is een nieuwe wet ingegaan. Je mag niet meer appen op de fiets. En hij had volgens mij een telefoon in zijn handen. Dat mag dus niet meer. Vanaf nu is appen op de fiets verboden. €95 boete als je appt op de fiets. Maar houden de mensen zich er ook aan? En wat vinden de mensen eigenlijk van die nieuwe wet? Ik ga het uitzoeken. We zijn in Heerlen. Dit is De Straat Op met Jake. Ja, beter. Best gevaarlijk. Ja, flapdrollen. Wat, de mensen die appen of de boete? Appen op de fiets. Ik vind de boete wel te hoog. Weet je, want degenen die betalen zijn de ouders, niet de kinderen zelf. 9 van de 10 keer. Ik vind 45, 40 zou ook goed zijn. Die €95 is veel te weinig. Hoger die boete en telefoon afnemen. €500 vind ik eigenlijk nog te weinig. En achter het stuur dan, doe je dat appen? Soms. Oh, waarom doe je het dan? Ja, soms. Dat is gevaarlijk, schat. Dan krijg je een ongeluk. Ja. Nee, het appen op de fiets. Nee, je hebt hem ook niet, dus dat doe ik het zeker niet op de fiets. Goed, want dat is een nieuwe wet, hè? Ik weet het, €95. Juist. En dan ga ik me nog het verhoed zoeken. Ja, eigenlijk vind ik het schandalig. De boete of het appen? Het appen. Want die kinderen die gaan alleen maar op die telefoon. Weet je nog wat wij deden vroeger? We kogelden mensen met eieren. We lieten de mensen struikelen, dat was fantastisch. En nu helemaal niks, alleen maar telefoon. Dus terecht die boete? Ja, zeker, 100%. Ja, €95. Vind ik ze ervan? Goeie man. Ja? Ja, ja. Waarom dan? Waarom? Ja. Ja, ik ga gewoon de fiets. Oh, niet app op de fiets, hè? Nee, maar ik zei, heb ik een app? Dat weet je niet? Nee, we doen niet appen op de fiets. Ja, dat is gewoon fucked up, man. Ja, als je toch een fietser bent, wat boeit dat, weet je wel? Het is toch levensgevaarlijk? Ja, nee, het klopt wel, want ja, het is eigenlijk wel gevaarlijk als je zo fietst. Klopt, maar even snel een appje zo. Mam, ik ben bijna thuis. Kan dat? Ja, dat vind ik wel. Dat kan helemaal niet, want dan ben je in het app op de fiets. Ik doe nu even gewoon voor hoe fietsen gaat, dan weet je dat tenminste. Negeer mij maar gewoon, dus mijn werk. Ja. Appen en fietsen is verboden. Als je dit bent aan het doen, niet appen, hè. Oh, dat, snap je? €95, dokken. Ja, ja. Niet appen op de fiets, hè. Dat is €95. Nou, het eerste slachtoffer van appen op de fiets. Been weg. Appen op de fiets, jongens, je moet het gewoon niet doen. Je moet het niet willen. Wil je dat? Wil je appen op de fiets of wil je een been? Wat vind je van de kinger, de appen op de fiets? Kut. Die friemelen en dan zijn ze er wat ermee in zich gebeurd. En voor hetzelfde geld liggen ze met een pratje onder en een auto in. Wat nou als je moet bellen, je wil een fiets zijn, je moet je moeder bellen of zo, dan krijg je fucking boete van €95. En afstappen dan even en dan bellen? Ja, maar stel je hebt haast. Stel, je bent aan het fietsen en aan het bellen en je veroorzaakt een ongeluk waarbij er een dode valt. Ben je gewoon genaaid? Oh ja. Ja, dan ouder. Een, hoe heet dat? Een car. Nee, geen car. Bike. Hoe heet die shit? Hoe heet die car ding? Car plug. Car dash. Dashen. Car dashen. Nee, bike gewoon. Zo'n houder jong voor op de fiets, man. Ja, jij bent dus betrapt met het app op de fiets. Ja. €95. Zeker. Maar waarom doe je dat nou ook? Nou ja, hij belde. En hij moet ophangen. Oh, ja, maar gaan we de boete splitten dan? Nee, zeker niet. Meneer, niet appen op de fiets, hè. Appen en bellen kan niet meer. Ik een beslissing. Of je gaat joggen of je gaat wandelen. Maar niet dit. Dom, ik vind het echt dom. Waarom? Ik heb gewoon zo mijn telefoon vast en buiten gewoon met het verkeer bezig, of niet? Oké, maar dan ga ik nu meteen, draai de camera even zo. Jongens, appen op de fiets. Ik vind het goed, dat verbod. Waarom? Ja, als ik zie van soms in het verkeer hoe mensen al append reageren op het verkeer. Maar ja, dat is misschien een generatiekloof, hè. We zijn betere multitaskers als de oudere generatie. Dus. Die kinderen Nokia geven van vroeger. Waarom? Daar krijgen ze ook nog spieren van die Nokia. Ik laat mij door niemand naar beneden halen, ook niet de roltrap. Denk je dat je mij om naar beneden haalt? Nooit. Ik ben niet gek. Het volgende hier in de stad zeggen de boete is belachelijk. Is ook te duur. Een iPad is ook duur, hè? Dat klopt. Ah. Deze dingen, they call it like fietsen. And now there is a new wet. If you go on the fiets and you go on your telephone at the same time, you krijg een boete. Wat vindt u van de nieuwe wet?
super. Helemaal mee eens. Ik moet altijd remmen voor die gasten. Ik vind misschien moeten stimuleren om met een handsfree dingetjes. Zo'n houder jong voor op de fiets, man. Weet je, mooi de fietsen. I want to ride my bicycle. Prachtig, hè, dat dingen. Wat een uitvinding, hè. Fietsen. Dan hebben ze een bootje voor de kinderen, de appen achter de fiets. Net achter erop. Laat het oeten lief. Laat het oeten lief. Ja. Ik heb wel meer dan 95 is, hoor. Ja, dat... Ze hebben ja. Niks. Ja, maar ja, het is wel heel gevaarlijk, hè. Ik vind... Ja. Ja, ik vind het... Ik vind het goed, maar niet tegelijk 95 euro. Zeg gewoon, stop eventjes. Stop eventjes. Dus je mag appen op de fiets. Ja, en ook niet op de scooter, hè. Houden we ons daaraan? Zeker. Wat vind je van de wet? Dom. Waarom? Gewoon kunnen toch. Moet dat kunnen? Zeker. Doe je dat ook af en toe? Nee. Dat niet? Je bent een man van weinig woorden, of niet? Hoe zo dom vindt wat mensen doen? Snel wandelen. Zweertje, dat slaat helemaal nergens op. Lijkt net of gewoon alsof je moet poepen. Laat het oeten lief. Kent ze wel goed, man. Appen op de fiets. Doe het niet. Het kost je 95 euro en het is levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk, meneer. Meneer, het is levensgevaarlijk. En kijk, ze willen niet luisteren. Ze willen gewoon niet luisteren, maar jongens, het is levensgevaarlijk. Appen op de fiets, doe het niet. Kost 95 euro en is levensgevaarlijk. Ja, verder nog vragen? Nee? Oké, dit is de straat op met G.